Hallo allemaal. De verrassing is een boekje van Woezel en Pip. De volgende morgen wordt Pip al vroeg wakker. Meteen springt ze uit haar mand. Ze wil zo snel mogelijk weer gaan sleeën. Woezel, roept ze, wakker worden. Maar Woezel duikt nog wat dieper onder de dekens en slaapt lekker verder. Woezel, kom nou, Pip duwt ongelukkig tegen zijn mand. Woezel slaat zijn oren over zijn ogen. Als antwoord, kom. Houd Pip vol, we gaan weer sleeën. Woezel opent slaperig één oog. Sleeën, mompelt hij. Dan schieten opeens allebei zijn ogen open. Sleeën, ja! Pip rent vrolijk het hok uit en stopt. Verbaasd kijkt hij om zich heen. De sneeuw is gesmolten. Klodders natte sneeuw vallen van de takken. Een grote druppel spat precies op Pips neus. Woezel wurmt zich langs haar. Modderige blubber. Jakkes. Beteuterd kijken ze om zich heen. Alle sneeuw is verdwenen. Oh, ik had er nog zo'n zin in, zegt Pip. Goedemorgen, jongens, klinkt de stem van tante Perenboom. Kunnen jullie even komen? Woezel en Pip lopen een beetje sip naar haar toe. Goedemorgen, tante. Goedemorgen, roepen de tulpjes in koor. Hallo, kinderen, zegt tante. Fijn dat jullie al wakker zijn. Ik heb Vlindertje, Buurpoes en Molletje ook al geroepen. Want ik heb leuk nieuws. Dan ziet tante de bedrukte snuiten. Ach, jongens, wat is er? Vraagt ze bezorgd. We hadden zo'n zin om te gaan sleeën, zegt Woezel. En nu is het sneeuw weg. En het was gisteren zo leuk, zegt Pip. Tante knikt. Het is jammer. Maar het betekent wel dat de lentezon eraan komt. En dat is toch ook fijn? Ja, ik denk het wel, zegt Woezel. Nog steeds een beetje sip. Trouwens, gaat tante Perenboom verder. Ruimen jullie de spullen nog even op? Voordat de wijze varen weer gaat mopperen? Woezel en Pip kijken om zich heen en zien hun slee bij het hok op hun kant liggen. O, tante, dat doen we zo meteen wel, zegt Pip vlug. Daar is Vlindertje. Molletje komt vrolijk uit zijn hoopje tevoorschijn. En daar is Buurpoes al. Goedemorgen, roepen ze allemaal. Nou, tante, zegt Buurpoes. Ik hoor dat er leuk nieuws is. Ze kijken haar allemaal nieuwsgierig aan. Sst, fluistert tante Berenboom, niet zo hard. De wijze varen mag het niet horen. Ze kijkt om zich heen of ze de wijze varen ergens ziet. Overmorgen is er een verrassingsfeest. Want de wijze varen is jarig. O, fluisteren de vriendjes, wat leuk! Hoe oud wordt de wijze varen, tante? Vraagt Pip. Tante Perenboom kijkt moeilijk. O jee, dan vraag je me wat. Ze denkt diep na. Heel oud, zegt ze uiteindelijk. 500 jaar, vraagt Molletje. Tante Perenboom lacht. Nee, Molletje, niet zo oud. 400 dan, zegt Molletje. Ja, zo niet, zegt tante lachend. Best oud dus. Daarom is hij natuurlijk ook zo wijs, jongens. De vriendjes knikken. Daar komt de wijze varen voorbij. Hij loopt een klein insect achterna met een vergrootglas in een van zijn bladeren. Nou ja, zeg klein bingeltje, zegt hij tegen het vliegje. Blijf jij nu eens even hier, zodat ik je goed kan bekijken. Hij is druk bezig. Dat hij de geheime verjaardagsbijeenkomst bij tante Perenboom helemaal niet in de gaten heeft. Gelukkig, hè? Aha, roept hij vrolijk naar het vliegje. Jij lijkt me toch wel een Ephemeroptera. Dat is een moeilijke naam. Kijk. In de vergrootglas. Een eendagsvliegje. Hij kijkt er bewonderend naar. Wat een klein wondertje. En hij loopt het vliegje verder achterna. Hoor eens, kleine, waar ga je heen? Je bent er maar één dag. Woezel trekt zijn wenkbrauw op en lacht naar Pip. Soms is wijze varen echt een verstrooide professor. Dan kijkt hij weer naar tante Perenboom. Dus, tante, is er overmorgen ook taart? Tante Perenboom lacht. Natuurlijk, Woezel. Een feest zonder taart is geen echt feest. En bij een verjaardag horen natuurlijk ook een cadeau.
Een nieuwe bloempot, zingen de tulpjes en ze halen een ingepakt cadeautje tevoorschijn met een groot strik eromheen. Hé, zegt buurpoes, maar wijze vader heeft toch al een pot? Tante Perenboom knikt. Ja, maar dit is zijn nieuwe verjaardagspot. En weet je wat het feestje extra leuk maakt, zegt hij tegen Woezel en Pip. Jullie neefje, Charlie, komt ook. Hij komt logeren. Leuk, hè? Ja, leuk, roepen de tulpjes enthousiast. Charlie, herhaalt Pip verbaasd. Logeren, vraagt Woezel. Ze kijken elkaar aan. Hebben we een neefje dan? Vraagt Pip. Tante glimlacht. Oh, Charlie is zo snoezig met zijn lange oren. En hij is ook zo lief. Jullie moeten wel een beetje op hem letten, want hij is nog maar klein. We hebben nog nooit gelogeerd, zegt Pip nadenkend. Dat lijkt me best leuk. Woezel zegt groot, zet grote ogen op. Ja, logeren bij een leeuw. Braa! Molletje grinnikt. Of bij een walvis. Of in de hoge boom, zegt buurpoes spannend. Oh, roepen de vriendjes griebelig naar tante. De hoge boom is heel hoog en die ligt aan de rand van de tovertuin. Tante heeft liever niet dat ze er te hoog in klimmen. Ho, ho, kinderen, zegt tante Perenboom. Zo spannend is logeren nou ook weer niet. Je kunt ook gewoon in de tovertuin logeren. Pip, Pip springt enthousiast op. Echt, tante? Mogen we dan vannacht alvast bij buurpoes logeren? Goed idee, zegt buurpoes meteen. Bij mijn muurtje bouwen we dan een echte logeertent. Dat klinkt nu al leuk, jongens, zegt tante Perenboom. Maar Woezel kijkt een beetje bang. Maar tante, ik lig zo lekker in mijn eigen mand. Dan neem je toch fijn je dekentje mee? Of je knuffel, stelt tante Perenboom voor. Dan ben je toch nog een beetje thuis. Goed idee, zegt Woezel opgelucht. En hij wil al wegrennen om zijn logeerspullen te pakken. Wacht even, zegt tante Perenboom vlug. Vergeten jullie het cadeau niet? En onthoud, het is een verrassing. Daarom moeten jullie het samen goed verstoppen. Dan kunnen jullie toch wel? De hondjes knikken. Tuurlijk, tante, zegt Pip. We zijn de beste verstoppers van de tovertuin. Soms vinden we onze spullen zelfs niet eens terug. Zo goed zijn we, voegt Woezel er trots aan toe. Daar weet ik alles van, Woezel, zegt tante Perenboom lachend. Ga het cadeau nu maar snel verstoppen. Kijk, daar is het vliegje en daar is het cadeau voor tante Perenboom. Dat was het verhaaltje weer van Woezel en Pip. Dag allemaal!